Sire, majesteit, voorzitters van Kamer en Senaat, beste collega's, dames en heren. De jaren waarin ik tot politiek bewustzijn kwam, heb ik altijd bijzonder sterke vrouwen geweten op het Belgisch politiek toneel. Figuren als Lucienne Herman Michielsen, die haar leven gewijd heeft aan vrouwenrechten, die gevochten heeft voor het recht om te mogen beslissen over eigen lijf en leden. Figuren zoals Paula Dont, die pionierswerk verricht heeft als koninklijk commissaris voor de minderheden. Op amper 4 jaar tijd legde Dont de basis voor het diversiteitsbeleid in ons land. Margaret Thatcher wist het al. If you want something said, ask a man. If you want something done, ask a woman. Meer recentelijk zijn vrouwelijke politici als Lorette Onkelings degene die indruk op mij gemaakt hebben. Onkelings heeft mij bij het begin van mijn eigen politieke loopbaan regelmatig op de toppen van mijn tenen doen staan. Een vrouw met dossierkennis, een politiek talent, iemand met wie het bijzonder hard kon botsen op de inhoud, maar die zacht was op de persoon en waarmee je na het conflict altijd steeds door dezelfde deur naar buiten kom. Om maar te zeggen dat het voor mij bijzonder moeilijk is in te beelden dat er een Belgische politiek zou geweest zijn waarin vrouwen geen vooraanstaande rol speelden. Toch is dat lang het geval geweest in ons land. Een politiek zonder vrouwen. Te lang, trouwens. Want we vieren vandaag weliswaar 100 jaar vrouwen in de politiek. Deze viering mag niet naïef zijn. Mag niet wegkijken van het feit dat ons land laat was in het toekennen van politieke vrouwenrechten. En dat is bijzonder jammer, want België had in 1830 een bijzonder grote voorsprong genomen. Wij waren het meest progressieve land op het vlak van burgerrechten. In tegenstelling tot onze buurlanden is homoseksualiteit nooit strafbaar geweest in België. De gewetensvrijheid, de vrijheid van meningsuiting, van religie en van de pers was lange tijd het grootste in ons land. Preventieve censuur was bijvoorbeeld verboden. Dat maakte dat historische figuren, zoals Karl Marx, zoals Victor Hugo en Multatuli, wanneer het te heet onder hun voeten werd in Duitsland, in Frankrijk of in Nederland, bij ons in alle vrijheid kwamen schrijven en kwamen publiceren. C'est une part de notre histoire nationale dont nous pouvons être fiers. Autant que nous devons aussi oser être critiques et regretter qu'il ait fallu attendre 1948 pour que les femmes obtiennent le droit de vote. En Europe, seules l'Albanie, la Grèce et la Suisse ont été encore plus tardives dans l'octroi du droit de vote aux femmes. Il me semble donc utile de réfléchir aux raisons pour lesquelles notre pays a perdu son statut d'État modèle au cours de ces années. Dans son livre « Histoire politique de la Belgique », Elle Swete explique que c'est à cause des partis libéraux et socialistes qui étaient peu enthousiastes à cette idée, craignant que les femmes ne voteraient pas pour eux. Ce fut évidemment pas le cas, et cet argument paraît bien ridicule aujourd'hui. Mais nous devons tirer des enseignements de cette erreur. Si nous avons commis cette erreur, c'est parce que, à l'époque, nous ne considérions pas les femmes en tant que personnes, mais qu'individus singuliers, mais en tant que membres constitutifs d'un groupe. Nous avons réduit à un stéréotype, à un cliché, avant de prétendre désormais de les connaître et de cerner leur mode de pensée, leur conception des choses, en fonction du groupe auquel ils appartiennent. Die fout mogen we vandaag niet meer maken. Te zeggen, omdat jij een man of een vrouw bent, omdat je wit of zwart bent, omdat je homo of hetero, moslim of atheïst bent, weet ik wat jij vindt. Weet ik wat jij denkt en weet ik op welke manier jij zal stemmen. Dat staat haaks op het democratisch samenleven. De kern van de democratie is net de open en succesvolle debat tussen eenieder van ons. Een debat tussen gelijkwaardige burgers die recht hebben op hun stem, letterlijk en figuurlijk. Wat Jürgen Habermas een herrschaftvrije
dialoog noemt tussen vrije mensen en niet tussen groepen van onze bevolking. Mesdames et messieurs, heureusement, ces dernières années, nous avons considérablement rattrapé ce retard dans le domaine des droits politiques des femmes. Dans presque tous les indices d'égalité entre les sexes, y compris l'indice officiel de l'Union européenne, notre pays est en tête. Aujourd'hui, plus de 40% des députés sont des femmes. Pour la première fois dans son histoire, notre pays a eu une femme première ministre. Le gouvernement fédéral a une composition paritaire et les deux chambres sont présidées par des femmes. On le doit notamment à la loi Smet-Tobak de 1994, imposant la présence d'au moins un tiers des personnes de sexe opposé sur les listes électorales. Ensuite, à la loi de 2002, instaurant la parité homme-femme, y compris le principe de la tirette en tête de liste. L'introduction de ces quotas était nécessaire, non parce qu'il manquait de femmes compétentes, il y en avait légion, mais parce que les femmes ont une autre vision des opportunités que les hommes. Je le vois tous les jours autour de moi. L'homme moyen commet régulièrement ce qu'on appelle une erreur alpha, une dose plus saine de confiance en soi qui se transforme ensuite en surestimation de soi. La femme moyenne, quant à elle, commet plus souvent une erreur, ce qu'on appelle bêta. Elle pense qu'elle ne dispose pas des bonnes connaissances et compétences, alors qu'elle est pourtant la bonne personne au bon endroit. C'est pourquoi les quotas des femmes ont eu leur efficacité en politique et l'ont renforcée. Les quotas ont fait plus que créer une égalité numéraire entre les hommes et les femmes. Ils ont également équilibré les rapports de force. Dans les années 80 et 90, les femmes se voyaient toujours attribuer les départements disant « light ». La première femme ministre en Belgique, Marguerite de Riemacher-Legault, a reçu le portefeuille de la famille et du logement, comme indiqué par Madame la Présidente. Ce fut le même scénario dans d'autres pays. Aux Pays-Bas, par exemple, la première femme ministre, Marga Klompé, s'est vue attribuer les services sociaux. De nos jours, ce paternalisme dans la répartition des portefeuilles ministériels a heureusement disparu. Les femmes de notre gouvernement occupent des départements cruciaux, tels que l'intérieur, les affaires étrangères, la défense, l'énergie, les entreprises publiques et le budget. Alors, réjouissons-nous, malgré un démarrage plutôt lent et tardif, d'avoir su opérer un réel sursaut et un rattrapage convaincant. Gardons cet élan, chers collègues, parce que le chemin est encore long. Dans le domaine politique, mais aussi dans nos conseils d'administration, à la tête de nos universités. Vrouwen nemen vandaag nog altijd het leeuwendeel van het huishoudelijk werk op. En dat is helaas niet verbeterd tijdens deze covid-tijden. En hoewel de gender pay gap in ons land eerder beperkt is, toont ze aan dat vrouwen nog steeds meer deeltijds werken, doorgaans in minder betaalde sectoren opereren en vrouwen nog steeds minder gemakkelijk doorgroeien naar de top. Vrouwen worden bovendien harder beoordeeld op hun uiterlijk of wanneer ze falen en ze zijn veel vaker slachtoffer van geweld. Vorig jaar nog liet een voormalig lid van deze Kamer, een oud-burgemeester, Ilse Uitersprot, het leven na een geval van partnergeweld. Zij was helaas geen uitzondering. Het is onze plicht om tegen dit grote onrecht te blijven vechten. Niet alleen defensief, door justitie en politie efficiënter te laten optreden tegen geweld tegen vrouwen. We moeten meer doen dan vrouwen beschermen op een reactieve manier. We moeten ervoor zorgen dat we een samenleving bouwen in de breedte, waarin vrouwen volkomen gelijkwaardig zijn. Waarin vrouwen altijd aanwezig zijn en meebeslissen over maatschappelijke problemen, groot en klein. Zodat we tot een echte gendergelijkheid kunnen komen. Niet alleen voor de wet, maar ook in de feiten. Ons land behoort vandaag tot het selecte clubje van 10 landen die 100 op 100 scoort op de Women Business and Law Index van de Wereldbank. In België worden vrouwen volledig gelijk behandeld aan mannen. Zowel op de werkvloer
en als ondernemer, zowel op vlak van financiën als in pensioenen en zowel binnen het huwelijk en als ouder. Dat is uitstekend nieuws. Maar toch mogen we niet concluderen dat daarmee het werk af is. We moeten ons nog steeds afvragen of naast de wettelijke gelijkheid er ook gelijkheid in de praktijk is. En net omdat dit een feitenkwestie is, moet iedereen meedoen. Hebben we ook nood aan mannelijke medestanders die vechten voor vrouwenrechten. Zoals de Engelse filosoof Brent Russell, die in 1907 opkwam bij de verkiezingen voor de Liberal Party met als voornaamste strijdpunt algemeen stemrecht voor vrouwen. Russell verloor de verkiezingen, maar hij bleef zijn strijd verder zetten. Het jaar na zijn mislukte verkiezing schreef hij een pamflet voor vrouwenstemrecht. Hij bleef onvermoeibaar strijden voor vrouwenrechten, voor homorechten, voor seksuele vrijheid en contraceptie en tegen racisme. Russell voerde deze strijd als witte, heteroseksuele man niet voor zichzelf, maar in de hoop op een open en tolerant Groot-Brittannië. Zijn strijd van 100 jaar geleden is ook de onze nog steeds vandaag. Voor een open en inclusief België, waar diversiteit geen zwakte is, maar een kracht. Nog te vaak wordt anders zijn en anders denken als een bedreiging gezien. Terwijl je net een sterker land bouwt door zoveel mogelijk ervaringen en zienswijzen mee aan de tafel uit te nodigen, mee te laten beslissen. Een diverse assemblée neemt nu eenmaal betere beslissingen. Dat is de weg voorwaarts voor ons land. Dat is hoe we vooruit gaan, met alle constructieve krachten en in volle diversiteit. Dank u wel.